Welkom iedereen weer bij Drimmelen Politiek. Afgelopen maand maart is er geen opinieronde geweest. Maar deze maand in april is er wel een en natuurlijk zijn we daarbij. Twee hele belangrijke agendapunten. Eentje is een raadsbrief en de ander is een raadsvoorstel. Nou, wij hebben twee gasten uitgenodigd en die gaan u vertellen wat is dat nou precies, wat houdt het in en vooral hoe gaat het ermee verder. Welkom Danique Hoeven van de VVD-fractievoorzitter. Het eerste agendapunt op deze avond, heel veel leeswerk, ongelooflijk, is een raadsbrief. En als ik het helemaal mocht oplezen, want dat weet jij waarschijnlijk ook niet uit je hoofd, een raadsbrief maatschappelijke accommodaties Drimmelen. Ga eraan staan. Wat is een raadsbrief? Een raadsbrief is eigenlijk een brief van de wethouder die gewoon vertelt aan ons als gemeenteraad, dus aan iedereen die hier in de raad zit, van... Op dit onderwerp zijn we dit aan het doen en zover staan we hiermee. Deze acties hebben we gedaan of dit is er aan de hand. Het is eigenlijk gewoon informatie naar ons toe. Een stuk verduidelijking naar jullie toe. Ja. Want als ik het goed begrijp, de gemeenteraadsleden bepalen. Zeker weten. En die geven de opdracht aan de wethouders om het uit te voeren. Ja, precies. En die informeert weer hoe ver we staan. Zo is het goed, hè? Ja, zeker. Maar wat is nou... Of wat zijn nou de maatschappelijke accommodaties in Drimmelen? Ja, heel makkelijk. Het zijn eigenlijk gewoon onze dorpshuizen. Okay. Of misschien nog de gymzaal, bijvoorbeeld de Amerhal in Maden. Of Plek Zat in Wagenberg. De Domp in Laag-Zwaluwe. Het dorpshuis in Drimmelen. Vier. De Zonzeel in Hoog-Zwaluwe. Oh, zo. En dan ook de koerenterreinen, dan hebben ze allemaal gehad. Maar wat staat er dan in die raadsbrief? Want nou noemen we ze op. Wat is daarmee aan de hand dan? Is er iets? Ja, als je een dorpshuis binnenkomt, word je vaak verwelkomd door een ondernemer. Of die zorgt dat jij daar als vereniging kan vergaderen. Mm-hmm. Of muziek kan maken als je met, als je met je muziekvereniging daar zit. Maar een ondernemer stopt bijvoorbeeld en dan moeten we zorgen dat er een nieuwe komt in zo'n dorpshuis, zodat niet de deur dicht gaat. Maar wie moet daarvoor zorgen? De gemeente? Ja. Zijn dat de gemeentelijke eigendommen dan? Ja. Zo. Ja. Dus dat moet ook uit de pot van de gemeente komen. En dat beleid, wie wat waar, gaan jullie als gemeenteraad bepalen op een gegeven moment. Maar nou zijn het er wel een heleboel tegelijk. Hoe komt dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Het speelt al een hele tijd en we merken dat het heel lang is blijven liggen. Dus nu zijn het er opeens een hele hoop op een hoopje. Terwijl het waarschijnlijk eerder had opgelost kunnen zijn en dan was het nog maar met één dorpshuis aan de hand. Mm-hmm. Maar het is nu met meerdere aan de hand. Maar wat wij vinden is vooral dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen. Want verenigingen maken zich gewoon heel veel zorgen. Mm-hmm. En die komen ook wekelijks bij mij, hangen ze aan de telefoon of ik ga naar ze toe. En dat is heel terecht, want hoe kan jij nou... dadelijk plannen dat er een spreker komt als jij niet weet of het dorpshuis na de zomer nog open is. Welke locatie moet je dan doorgeven? Jij bent degene, jullie zijn degene die het bepalen. Wat adviseert of bedenkt of heeft in zijn hoofd de VVD wat je daar nou aan kan bijdragen? Nou, we hebben al bepaald dat gewoon ieder dorpshuis iemand moet hebben die de deur opendraait. En dat ligt al in beleid vast. Dus we hebben gewoon met de raad gezegd, zo doen we het hier in Drimmelen. En dit moet uitgevoerd worden, maar we merken nu dat de uitvoering niet goed gaat. En daarom is het dan aan ons als raad om zo'n brief te vragen aan de wethouder. Van hoe staat het nu, waar staan we? En als wij die info hebben, kunnen we zeggen, maar kom op, er moet nu gewoon actie komen. Want uiteindelijk is het gewoon zo simpel als mensen aan tafel zetten bij elkaar. En vragen. Er zijn een aantal werkgroepen gestart bijvoorbeeld, die zeggen, wij willen als stichting wel zo'n dorpshuis open houden. Yeah. Of we zien mogelijkheden en dan moeten we, als raad is het dan aan ons om nu te zeggen van het is prioriteit, het heeft actie nodig, we willen voor de zomer een oplossing. En aan wie vraag je dat dan? Want natuurlijk, iedereen wil een oplossing, iedereen wil actie. Maar jullie zijn degene die het bepalen. Wat dan? Hoe kom je dan zelf met voorbeelden hoe dat, nou bijvoorbeeld de Zonzeel is net verkocht. De Domp is net verkocht, maar met de Zonzeel bijvoorbeeld. Dan moet je toch met een plan komen of vergis ik maar daarin? Niet helemaal, want we hoeven niet... We hebben dus als raad gezegd van we willen eigenlijk gewoon... We willen dat er geëxploiteerd wordt, dus dat dorpshuis open blijft. En dat kan door een ondernemer of een stichting. Maar die uitvoering ligt bij de wethouder en die moet zorgen dat dat geregeld wordt. Ja. En het is nu aan ons om gewoon het belang ervan aan te tonen. Want we hebben allemaal al gezegd, al in december, dat het dorpshuis gewoon open moet blijven. Maar het is nu gewoon prioriteit en het moet gebeuren. En dat betekent dat de uitvoering
sneller moet, dat mensen teruggebeld moeten worden en dat er gewoon actie komt. En ligt dat dan aan het budget wat er niet is, of ligt dat aan dat er niet uitgevoerd wordt? Dat er niet uitgevoerd wordt. Mensen moeten teruggebeld worden. Nou, en aan tafel komen met elkaar. Nou, dank je, Danique. Het is nu duidelijker. Dus de gemeenteraad die stuurt het, die pusht het. En dat gaan jullie nu ook als partij deze avond weer duidelijk naar voren brengen. Want een raadsbrief is alleen maar het geven van informatie aan jullie. Dus verder geen besluit, verder niks. Nee. Oké, helemaal duidelijk. Dank je wel. Ja. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Welkom, Kees van Meel. Van Samen Drimmelen. Dankjewel. Fractievoorzitter. Ja, prima. Ik had al gezegd, er staan twee hele grote belangrijke punten op de agenda vanavond. En de volgende is een mondvol, ik ga het eventjes oplezen. Raadsvoorstel, rekenkameronderzoek, huisvesting, arbeidsmigranten in de gemeente Drimmelen. Nou, dat is, ik heb er bijna een boek voor gelezen als ik al die stukken gelezen heb. Heb jij dat ook gedaan? Ja, ik heb alles doorgelezen. Knap van je. Wat is nou een raadsvoorstel? Nou, het wordt. Je geeft als raad een opdracht aan de rekenkamer. En wat is een rekenkamer? De rekenkamer is een groep mensen die voor de gemeente onderzoeken doen. Oké, daar dus moet je natuurlijk wel voor betalen. Ingehuurd, ja, natuurlijk. Ja, okay. Ja. En dan kunnen we als raad er elke keer een onderwerp indienen. Mm-hmm. Van, nou, we hebben wat voorstellen wat jullie uit zouden kunnen zoeken. Ja. En dit jaar was de opdracht aan de Rekenkamer om te gaan onderzoeken hoe het arbeidsmigrantenbeleid in de gemeente Drimmelen. En wat bedoel je precies met arbeidsmigrantenbeleid? Bedoel je daarmee dat er huisvesting gezocht moet worden, of horen daar ook andere dingen bij? Ja, hoofdzakelijk gaat dat over de huisvesting. Kijk, je hebt te maken met arbeidsmigranten en dan moet je als gemeente zeggen van, nou, vinden wij het goed dat hier arbeidsmigranten aan het werk zijn? Zijn dat dezelfde als asielzoekers? Nee. Okay. Er zijn bedrijven in de gemeente Drimmelen, mm-hmm, die hebben personeel nodig. Ja. Daar kunnen ze niet aankomen door Nederlanders te vragen. Ja. Dus dan zoeken ze verder en dan komen ze in het buitenland uit. Okay. En dat zijn dan arbeidsmigranten. Ja. Dus die mensen die komen hier wonen. Ja. Maar er moet wel ruimte. Die moeten wel ruimte. En dat is het probleem. Ja. En waarom hebben jullie als gemeenteraad, die het meest beslissende is in het hele systeem, waarom hebben jullie juist de Rekenkamer deze opdracht gegeven? Omdat er steeds meer problemen meekomen met de huisvesting. Mm-hmm. Want je zit natuurlijk, die mensen moeten ergens wonen. Tot nu toe losten dat de bedrijven zelf op. Van ja, we gaan eens kijken van waar we ergens een huis kunnen huren of kopen, mm-hmm, waar onze werknemers mm-hmm kunnen wonen. Ja. Maar daar worden er steeds meer en er worden mm-hmm ook steeds meer ideeën ontwikkeld van uitzendbureaus, mm-hmm, die dat een verdienmodel vinden. Van nou kijk, als we maar arbeidsmigranten aannemen en dan laden meer we de bus vol en dan gaan we ergens naartoe. Ja. In het Westland of zo, waar dus heel veel arbeidsmigranten nodig zijn. Ik heb dat rapport nu gelezen van die Rekenkamer. Bijna een boek, hè, met mooie plaatjes ook, maar schitterend uit. Maar ik vond het eigenlijk heel negatief overkomen. Tenminste, met heel veel wat niet goed was en hoe het verbeterd zou moeten worden. Ja. Er staan een heleboel punten in die de gemeente beter moet doen. Van hou in de gaten van hoeveel mensen er in je gemeente mm-hmm komen te werken. Er is afgesproken van, arbeidsmigranten komen niet in de huizen die eigenlijk voor mensen uit Drimmelen bestemd zijn. Kun je nog een paar punten opnoemen? Want je noemt er nu twee. Weet je nog een paar punten die de Rekenkamer aanbeveelt om goed op te letten? Ja, dus er worden ook huizen gezocht dus. Ja, ja, dat had ik al gezegd. En het beleid is afgesproken. Er is bijvoorbeeld ook een afspraak gemaakt jaren geleden dat er overleg zou zijn tussen ZLTO en bedrijven, netwerk. Dat is helemaal verwaterd, daar wordt helemaal niks meer aan gedaan. Er zou gecontroleerd worden in hoeverre dat mensen. En kunnen ook hele gezinnen daarin meekomen? Of is het alleen degene die werk zoekt of heeft? Ja, het gaat hoofdzakelijk over mensen die hier werken, ja. Ja, maar die hebben een gezin, dus dat hoort er ook bij. Ja, maar veel van die arbeidsmigranten laten hun gezin thuis en komen hier werken, verdienen dan geld en kunnen dat naar huis sturen. En hoe denkt Samen Drimmelen daarover om hier in dat raadsvoorstel, want als ik het goed begrijp, kunnen jullie nu jullie mening allemaal geven. Ja. En dan 16 mei
wordt het, als het goed gaat, op de agenda gezet om afgetikt te worden. Ja, ja, ja. En wat is de mening van Samen Drimmelen? De mening van Samen Drimmelen is dat wij geconstateerd hebben dat er inderdaad een hele hoop negatieve punten zijn die de Rekenkamer gezien heeft. Dat de gemeente daar iets aan moet doen. En de echte mening van Samen Drimmelen is wat ik een paar weken geleden, misschien een maand geleden, ingebracht heb als motie, wat toen niet doorgegaan is, van probeer ervoor te zorgen dat de mensen die in je gemeente werken, ook in je gemeente kunnen wonen. Dus niet dat de hele gemeente volkomt met arbeidsmigranten die heel ergens anders gaan werken. Ja, ja. Maar dat was te moeilijk. Die motie is niet goed gekeurd door de motie is, kreeg geen andere stemmen mee. Maar dat is eigenlijk wat wij willen. He, dus wij zien dat de bedrijven mensen nodig hebben. Ja. Helemaal terecht dat die ergens werknemers zoeken. Het is natuurlijk ook de economie die natuurlijk dan bevorderd wordt in de gemeente. Door dat mensen hier wonen, naar de winkels gaan enzovoort. Ja, dat is natuurlijk ook een bijkomend voordeel. Ja. Maar het gaat in eerste instantie, bedrijven zoeken werknemers. Ja. Die werknemers moeten ergens wonen en daar gaat het om. En wat denk je dat straks de discussie gaat worden? Ik denk dat het probleem duidelijk op tafel komt te liggen. Dat een gemeente zich moet realiseren van kijk, wat wij besluiten, dat moeten we ook uitvoeren. Dus controleren, zorgen dat de huizen Om je nog een keer in de reden te vallen, je zegt de gemeente moet. Maar wie bedoel jij met de gemeente? Het college. Want dat is, zijn de gemeenteraad, jullie geven opdracht. Aan het college en het college geeft de opdracht aan de ambtenaren. Burgemeester en wethouder, ik snap het. En dat moet dan uitgevoerd worden. Nou, ik wens je heel veel succes straks, want hierna gaat het natuurlijk beginnen. Ja. En ik hoop dat er een mooi raadsvoorstel uitkomt en dat 16 mei dat afgetikt kan worden. Ja, nou, daar gaan we nu onze mening over geven. Mm-hmm. Dan kan het college die kan dat raadsvoorstel aanpassen. Ja. Maar die neemt de ideeën mee van insprekers en van raadsleden. En die kijken van, moet ons raadsvoorstel aangepast worden? En moet het dan weer een keer komen? Dan komt het in de raad om een besluit te nemen. Ja, ja. Tenzij het heel erg wat jij noemt afgetikt worden. Ja, ik noem het afgetikt, want dat is misschien duidelijker voor de kijker. Dat is maar dat is misschien mijn manier van praten. Maar dat is dus, moet er een beslissing over genomen worden? Dus voor of tegen? Nee. Nou, dankjewel Kees. Graag tot de volgende keer. Ja, succes met de omroep. En dit was weer Politiek Drimmelen. En heel graag tot de volgende keer. In mei misschien. Ik denk het wel. Doei!